Wij zijn hier vandaag met Gerrit. En Gerrit, jij bent... Beul. Ja, dat is mijn vak. Nou, mijn vader was beul en mijn opa was beul. Bij ons is iedereen beul. En de vrouwen ook? Nee, de vrouwen mogen dus geen beul worden. Terwijl mijn dochter er toch wel echt het karakter voor heeft. En mijn vrouw trouwens ook. En mijn zus. Nou, wat oneerlijk zeg. Ja, ja, zo zijn de middeleeuwen, hè. Oh. Maar Gerrit, als ik het goed begrijp, is het een heel agressief beroep. Wel, nee, dat lijkt maar zo. Mijn beroep bestaat voor 3/4 uit show. Als beul moet je toch vooral acteren. En hoe gaat dat dan? Nou, als er een verdachte wordt binnengebracht en die ziet mij met mijn werktuigen... Nou, de meeste mensen bekennen meteen alles. Oh. Ja, dan krijg ik wel de helft betaald, maar dat vind ik prima. En als ze niet bekennen, nou, dan pak ik de tongtang. Hè? En daar ga ik dan mee dreigen, zo. En dan zeg ik... Ah, ik ga je vieren delen op de pijnbank. Ah! En dan bekennen ze vaak toch wel meteen. Maar anders pak ik de kettervork. En dan zeg ik... Ah, wil je op de rektafel of zilver in je ogen? Nou, en dan bekennen ze meteen. Allemaal? Ja. Dus het echte martelen... Komt bijna niet aan toe. Niet verder vertellen, hè? Maar vind je dat jammer, Gerrit? Wel, nee. Dat echte beulswerk, ja, dat vind ik vreselijk. Maar ja, soms moet je wel, hè? Ja, bij terechtstellingen, toch? Dan moet je wel. Ja, nee. Dan moet je hakken, hè? Dan moet je hakken. Kop eraf, hand eraf. Kijk, ik ben er wel voor opgeleid, maar ik hou er niet van. Hoewel ik dan wel de volle met betaald krijg. Gerrit, wat vind jij nou het vervelendst aan het beulsvak? Nou, de administratie. Al die bonnetjes verzamelen voor de belastingen, dat is echt vreselijk. En wat vind je het leukste? Oh, nou, met mensen werken, hè? Ja, dat vind ik het leukste. Ik ben echt een mensenmens. En het reizen. Lekker van stad naar stad. Ik ben echt een reisbeul, hè? Nee, laat me los! Oh, wacht, daar hebben we weer een klantje. Laat me los! We gaan weer acteren! Laat me los! Ja. Laat me... Ik hak je kop van je rond! Nee, ik beken alles! Afvoeren weer! Nou ja, zo gaat dat dus elke dag, hè? Beetje dreigen, factuurtje schrijven en klaar. Hartelijk dank, Gerrit. En tot de volgende keer. Oeh, zou jij dat tegen kunnen? Tegen al die enge martelwerktuigen? Jawel hoor, dat kan ik hebben. Maar ik weet iets waar jij niet tegen kan. Wat dan? De kieteldood. Ha!